zesde dag corona en ik ben nog steeds ziek. Eigenlijk nu pas voel ik me echt ziek en grieperig. En eerst had ik hoofdpijn en spierpijn, maar nu is het verkouden. En, maar niet alleen ik ben ziek, hondje is ook ziek. Die heeft kennelijk iets verstuikt of wat dan ook, dus ze kan niet zo goed lopen. Helemaal niet goed lopen. Dus ze heeft pijnstillers. En dus twee zieken in één huis. Een beetje. Het is helemaal niet leuk. Het is echt helemaal niet leuk nu. Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Het Ruige Huis, aflevering 32. Nou, ik lig nog steeds voornamelijk ziek in bed, maar mijn man is zo zoetjes aan begonnen met het oververhuizen van zijn terraria. En hij krijgt hulp van zijn vrienden en een hele leuke oude Mercedes bestelbusje. Het grappige is dat nu buiten de schuurdeur open staat, de vogeltjes meteen in de gaten hebben dat ze daar levende meelwormpjes kunnen halen. Het is een van onze koolmeesjes. Zo grappig. En heel af en toe ben ik even in het nieuwe huis. De boompjes staan prachtig versierd erbij. Dat moet ik natuurlijk wel af en toe zien. En het is heel fijn om daar te zijn. Als ik toch ziek in bed lig of half als een zombie rondloop, dan kan ik dat net zo goed ook in dit huis doen. Want het is hier eigenlijk gezelliger en opener dan thuis. Dus, maar ja, ook hier doe ik eigenlijk niet zo heel erg veel hoor. Ik voel me nog steeds niet heel erg energiek. Maar het ligt er allemaal prachtig bij. De tuin is heerlijk, de zon schijnt en de kerst die staat prachtig in bloei, de boom van mijn vader. Dus dat, nou, het is wel heel fijn om hier te zijn. En gelukkig gaat het met Doka ook ietsjes beter. Ze heeft heel erg last van de ruggetje, maar daar zit wel verbetering in. Dus we hebben goede hoop. Terug in het kleine kamertje. Ik ben een tijdje even uit de relatie geweest, want ik heb corona gehad. En ben hier eigenlijk alleen maar geweest, af en toe, samen met mijn man, om de bomen die net verhuisd waren water te geven. De tuin een beetje water te geven, maar ik liep echt op mijn tandvlees. Dus ik heb niet zo heel veel gedaan. Nu lijkt het weer, ik ben nog steeds wel moe, maar lijkt het weer een beetje beter te gaan. Ik ben weer begonnen met lesgeven. Het is vandaag vrijdag. Werk moet toch gebeuren. En ik ben weer op het kleine kamertje. Ik ben helemaal klaar met de muren. Maar nu komt de vloer weer aan de beurt. Die ga ik proberen te schuren. Want er zitten hier en daar toch wel vlekken en verkleuringen. En de vloer is, die ziet er een beetje, nou ja, afgeleefd uit. Het is natuurlijk ook wel een derdehands vloer. Dus die ga ik schuren en omdat het maar zo'n hele kleine ruimte is feitelijk, ga ik dat met de hand proberen. Ik heb drie verschillende soorten hardheden, grofheden, 60, 80, 120 gram schuurpapier. En dan kijk ik hoe dat gaat, ik heb geen idee. Ik heb geen idee. Maar ik hoop dat... Er hoeft natuurlijk niet, echt een hele grote laag af, maar we moeten wel, nou ja, kleine onregelmatigheden af. Het hoeft helemaal niet zo'n perfecte vloer te worden hoor, maar beter dan dit in ieder geval. En dan gaat er opnieuw een hardwaxolie overheen. Met een, ik denk een iets donkerder kleurtje, want ik vind de vloer een beetje aan de, niet per se lichte kant, maar wel met grote kleurverschillen erin. En ik wil dat een klein beetje meer naar elkaar toe trekken. Ik denk dat dat mooi is, maar ik weet niet. Ik moet nog naar de vloerenwinkel, überhaupt om te kijken naar de kleuren daar. Eerst het schuren maar eens doen. En ik weet niet hoe ver ik kom, qua energie en qua zin, maar ik moet toch beginnen. Dus, aan het werk. Terug aan het werk.
Nou, ik deed iets van een dikke 3 uur per laag. Nee, ik zeg het fout. Een beetje moe. Dik uur per laag. Dus een dik 3 uur verder. En dit stukje zien we gedaan. In het halletje moet ik het nog doen. Ik ben klaar. Stofzuiger is er alleen weer opgehouden net. Dus ik kan het niet verder echt zuigen. Maar nou, op zich ging het wel eigenlijk hoor. Het is vooral heel saai werk. Het is niet zwaar of zo. En de laatste laag, die van 120, kogel 120, die is het leukste. Want die gaat vrij snel en die maakt alles ook echt wel mooi strak. De hele afgelopen 2 weken dat ik met corona in bed lag, moest ik aan dit vloertje denken. Want ik wist dat dit het volgende op het lijstje was. En ik was op het punt om het te gaan doen, maar ja, toen werd ik ziek. En nu heb ik hem voor een groot deel al gedaan. Moet alleen nog hardwaks op. En ik moet het overloopje nog doen. Maar volgens mij krijg ik dat morgen af. En dan kan het drogen. Kunnen de plinten er tegenaan. En ook de plinten tegen het plafond. Dan is het klaar. Dan kunnen er meubels in. Voelt als een hele grote stap verder als dit af is. Want jeetje man, wat heb ik hier veel uren doorgebracht in dit kamertje. Maar ja, dan heb je ook wat. Ik ga naar huis. Eerst mezelf een beetje afstoffen. Morgen de stofzuiger niet vergeten. Ja, komt allemaal goed. Zo, ik ben klaar met schuren. Gisteren had ik dit kamertje al gedaan. Ik moest het stukje hier onder de verwarming nog doen. Vandaag heb ik het overloopje gedaan. En ik ben bij de vloerwinkel geweest om hardwax te kopen. Het is al hardwax met een kleurtje erin. 308 olijfbruin. Dat gaat erop. De vloer wordt een stuk donkerder. Nu is hij best wel licht. Heeft niet meer zo'n groot contrast tussen de planken, dus op zich is het wel mooi, maar dit is meer als je van Scandinavisch houdt. Als je van Scandinavisch hout houdt, dan is dit best wel een mooie lichte kleur. Maar ik hou toch meer van iets donkerer. Ik weet niet hoe je die stijl zou moeten omschrijven. Ik denk wat ik ooit heb bedacht is dat het meer, dat mijn stijl, wat ik mooi vind, meer kringloop meets country chic. Zoiets. Hoe dan ook, planken worden donkerder. Als het goed is. Ik heb in de winkel een. Dit is van. Nou ja, dit is niet echt een speciale merk. Ik heb het bij Esco gekocht. Daar heb ik vroeger ook mijn houten vloer, de massieve houten vloer van. Van mijn andere huis, die heb ik daar ook gekocht. Dus, nou ja, goed, dat ken ik. Dan ben ik de draad van mijn zin kwijt. Oh ja, ik heb daar een proefstaaltje gezien. En ik heb binnen 3 seconden mijn keuze gemaakt. Dus laten we hopen dat het de juiste keuze is. Maar een stuk donkerder dus. Ik moet het 2 keer aanbrengen. 1 keer vandaag. Dun aanbrengen. Meteen uitsmeren, dus ik breng het aan met een sponsje en met een niet pluizende doek smeer ik het dan uit. Dus dit is een stuk van een t-shirt, oud t-shirt. Meteen weer uitsmeren, zodat er echt maar een dun laagje is. 24 uur minimaal laten drogen en dan moet ik het morgen nog een keer doen. En wat ik heb begrepen, wordt de kleur dan niet donkerder. Niet 2 keer zo donker, omdat je het 2 keer doet. Maar het zorgt wel voor de bescherming van het hout. Dus, ik heb hier zo op gewacht. Hier heb ik naartoe geleefd. Zo ontzettend veel zin in. En ik was net, kijk hoe donker. Als dat maar goed gaat.
Ik was net aan het stofzuigen, want ik moest natuurlijk helemaal stof vrijmaken. En toen schoot, we hebben een stofzuiger van niks hier, maar die schoot van zo'n borstel zeg maar weer terug op de voet van de stofzuiger. Die schoot weer terug naar laag zeg maar. En meteen een hele kras op de vloer. Gelukkig zag ik het op tijd, maar ik dacht dat ik klaar was en toen moest ik toch weer schuren. Die zat hier ergens, maar ik heb hem wel weggekregen. Ja, je ziet hem niet meer. En raam dicht, want anders kan ik dat straks niet meer doen. En aan de slag. Hoe spannend! Ja, en dit is hoe het ging worden. Ik ben zo tevreden. Het was niet echt heel erg lastig werk, maar wel, oh, je krijgt het hier enorm warm van als je de vloer zo moet doen. Want je hebt toch het gevoel dat je snel moet werken en dat je het allemaal heel secuur moet doen. Maar ja, ik vind het resultaat echt super mooi. Dus dit is zoals de vloer was, met de grote kleurverschillen. En zo is het nu. Nou, prachtig toch? Dat was het voor vandaag. Ik hoop jullie heel graag de volgende keer weer te zien. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Tot ziens!